D66 Vijf Heren Landen vindt het belangrijk dat de rijke geschiedenis van de Vijf Heren Landen zichtbaar en beleefbaar wordt. Hiermee kan de Vijf Heren Landen zich onderscheiden in de regio en is het aantrekkelijk voor toerisme. Elke kern heeft zijn eigen stuk geschiedenis. Zo was hier in Vianen kasteel Batenstein van de familie van Brederode. Dit zorgde ervoor dat een groot gedeelte van de Vijf Heren Landen tot 1795 een zelfstandige staat was. Waar nu het hofje van mevrouw van Aarde staat, stond vroeger kasteel Leerdam. In 1551 is het eigendom geworden van Willem van Oranje. Tijdens de oorlogen hiervoor was kasteel Leerdam ook een belangrijke bevoorradingspost voor de kastelen in Hagestein en Everdingen. We zijn hier in Ameiden en Ameiden speelde in de Gouden Eeuw een belangrijke rol met haar overslaghaven. Het was een rijke en strategisch gelegen stad aan de Lek. Deze voorbeelden laten zien dat elke stad of dorp trots mag zijn op haar eigen stukje geschiedenis. En daar kunnen wij nu ook weer ons voordeel mee doen.